Ik ben hier in Amstelveen aan het koken voor een mevrouw die 102 jaar wordt. Ik heb een briefje van Gerda, de dochter. Die is 78. Het oudste publiek wat ik ooit gehad heb, denk ik. Ik heb zelf geen ervaring met zulke oude mensen. Mijn ouders zijn al lang overleden. En mijn opa en oma waren weg al toen ik 8 jaar was. En dat is 53 jaar geleden. De band met mijn moeder is heel close. Daar kan niemand tussen komen. Ik zie haar iedere dag en we bellen elkaar zeker 4-5 keer per dag. Kijk eens! Ga maar even voor de raam staan, schat. Kijk eens wat mooi. Peppie, hoe leuk is dat? 102. Peppie, hoe leuk is dat? Ik zet hem hier neer en dan pakken ze dat en dan... Ik ga hem voor je pakken. Kom maar even afwachten. Wachten. Je mag hier vier komen. Kom hier, wachten, ga ik hem voor je pakken. Ik vind het wel moeilijk, die 1,5 meter steeds, hè? Ik kan niet meer denken. Dag, Beppie. U wordt maar 1 keer 102. Oh, mag ik het even zo zien met een open deur? Of mag dat niet? Dat staat antiek. Hoop. Ja, en dicht erop, Bep. Hé, hey, op je moeder. Ik vind het leuk dat u geschreven hebt. Ja! Zo, die bakkers gaan nog open. Hey. En de tanden zitten vast. Zie je? Dag meneer Herman. Dag mevrouw Beppie. 102. 102, ja. Maar ik heb wel gehoord dat u niet rookt, niet drinkt. Maar als dat het geheim is, ga ik het misschien niet echt helemaal halen. Ja. Ik ben geen oud vuist. Nee? Ik ben nog jong. Ja, dat moet wel zijn zo, van geest. Maar het is zo gek om zo de verjaardag dan te doen. Zo door het raam te praten, uw dochter daar. Ja, ja. Het is niet anders. Ik kan er niks in. Ik wil graag naar buiten, maar ik mag niet. Nee, maar we hebben wel lekker gekookt dadelijk. Ja. En er komen wat mensen zo eten voor u hier zo. Op de hoek hebben we dat staan koken. En nu krijgen we uw bord binnen. En je krijgt een goddelijk stukje vis. En nog je lievelingsvis ook, zeebaars. Oh, heerlijk. Je bent een mooie meid, dat weet je wel. Ik ben gelukkig met jou. Heel goed. Leuk, hè? Zo, die zit. Je ploft echt neer in de troon. Beetje Beatrix. Ja. Zo. Beatrix had ik al poen, maar. Het eten van Herman was fantastisch. Hij kookt lekkerder dan ik. Zit je vol, Beppie? Vol van emotie. Vol van emotie? Ach, goed. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.